Yo, zien jullie deze Pokémon? Dit is Galarian Slowbro en hij is super vet. Er is vandaag een nieuwe trailer verschenen van de Pokémon DLC Isle of Armor en de Crown Tundra. En wij gaan die helemaal bespreken. Wij gaan hem helemaal uitspitten. We gaan kijken wat er allemaal nieuw is. Oké, de start van de trailer. Kijk hem hier, Galarian Slowbro. Oké, het goud van het hoofd van Slowpoke is nu blijkbaar paars geworden. Ik vond het goud van Slowpoke eigenlijk best wel cool. Waarom is het nu paars geworden? En wat heeft hij op zijn hand, jongen? Jullie weten dat normaal gesproken als een Slowpoke in zijn staart wordt gebeten door een Shellder, dat hij in een Slowbro evolueert. En als die Shellder dan loslaat, dan evolueert hij weer terug naar Slowpoke. Slowbro is serieus de enige Pokémon die terug kan evolueren. Maar nu heeft die Shellder hem blijkbaar in zijn arm gehapt of zo. En daardoor ontstaat dus Galarian Slowbro blijkbaar. Oké, het volgende screenshotje. Dit lijkt me het beginpunt. Of is dit een gym? Of zou dit de plek zijn waar je Kubfu strakjes op mag gaan halen. Mogen we Kubfu überhaupt op gaan halen of moeten we voor hem vechten? Wow, oké, dit is een grote boom. Wat hangt daar voor fruit in, man? Dat lijken wel meloenen of zo. Yo, maar meloenen groeien niet aan bomen, Rick. Ja, dat weet ik ook wel, maar wat is de deal met deze boom? Oké dan, een opa fighting trainer of zo? Dit ziet eruit als een nieuw deel van de Wild Area. Verder valt hier niet zo heel veel bijzonders te zien. We vinden hier meerdere ijs-Pokémon in het water. Blijkbaar gaat het ijs ook al een grote rol spelen in de Isle of Armor. En wat zijn dat voor rare tekentjes achter de fiets? Ze lijken wel PlayStation tekentjes of zo. Geen idee wat dat is. Wojo, Absol komt naar Pokémon Sword and Shield. Dit is echt een Pokémon die ik gemist heb, jongen. Absol is zo'n baas. Absol is echt een fanfavorite van mij, maar sowieso van heel veel mensen. Ja hoor, Luxio, nog een fanfavorite. Lekker man, heerlijk. Het lijkt er echt op alsof ze alle Pokémon die we gemist hebben gewoon lekker naar de DLC gaan brengen. Nice. Oké, dit is een overzicht van de wereld van de Isle of Armor. En ik zie zowel links als rechts bovenin twee van die grote torens. En die torens gaan volgens mij best wel een grote rol spelen in deze DLC. Ik weet nu nog niet echt wat het inhoudt, maar ik ben er wel benieuwd naar. Misschien komen we daar straks achter. Wojo! Scyther zit in de game. Ja! Eindelijk Scyther. Oh man, Scyther, ik heb je zo gemist. Ik kan jullie nu al beloven, ik ga Scyther sowieso gebruiken in mijn playthrough, jongens. Yes! Oké, en we zien ook Tauros, maar nobody cares about Tauros, volgens mij. Oeh, nice. En we zien dat Drudigan ook naar Pokémon Sword and Shield komen in de DLC. En Drudigan is echt een super nice Pokémon. Jullie weten dat ik altijd de Rocky Helmet gebruik in mijn playthroughs. Dat zorgt ervoor dat tegenstanders die jou aanvallen, damage krijgen. En bij Drudigan is dat helemaal niet nodig, want die heeft soms de ability Shed Skin. En dat is letterlijk een Rocky Helmet, maar dan als ability. Dat is echt super nice. Ook zien we hier nog Whismur en Loudred. Super leuk. Ik vind het concept van Whismur en Loudred wel cool. Whismur, dat klinkt als whisper, alsof die fluistert. En dan Loudred is een nikke zo. Ja, en dan heb je ook nog Exploud. En die is. Ja hoor, Sandow ook nog. Het is alsof ze alle Pokémon die ik heb gemist in de Pokémon Sword and Shield games gewoon nu lekker in de game gaan stoppen. Hey, ik kan nu letterlijk al een team maken van Luxray, Scyther, Drudigan, Crocodile. Ja, dan hebben we er al vier jongens. Nog twee erbij op basis van deze trailer en we zijn gewoon klaar met ons team. Oké, en dan zien we hier Oranguru of Oranguru of Oranguru. Spreek het uit hoe je het wil uitspreken. Die hadden we al. Pessimian hadden we sowieso al. Volgens mij de Oranguru ook. Maar Tangrowth daar in de back is wel nieuw. Doe je duimpje omhoog als je Tangrowth tof vindt. Ja, ik denk dat we dan weinig duimpjes omhoog krijgen. Doe je duimpje omhoog als je Scyther tof vindt. En abonneer dan ook gelijk even op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. We gaan door. Yeah, Executor. Executor. Alolan Executor is veel cooler. Yeah, nice. Poliwhirl is er ook bij hoor. En Politoed in de back. Ja man, ja man. Ze brengen echt alle vette Pokémon gewoon nu naar de game. Dit is zo nice. Oeh, ja, en Kangaskhan. Ik heb bij Kangaskhan en Tauros altijd het gevoel dat dat een beetje de, ja... Dat waren gewoon normal types in de eerste generatie Pokémon. En niemand vond die heel bijzonder. Dat was ook een beetje met Farfetch'd. Maar Farfetch'd nu doorgeëvolueerd naar Surfetch'd. Misschien gaat Tauros ook wel doorevolueren. Dat zou sick zijn. Oeh, en Kangaskhan ook. We hebben een Buffalant, ook cool. Oeh, nice. Lycanroc. Ja hoor, een van de favoriete Pokémon
vanuit de vorige generatie. Een van de allertofste. Ik hoop dat alle drie de vormen er ook in zitten. Dat zou echt lekker zijn, man. En we hebben Emolga. Emolga is schattig, maar ik heb nog nooit volgens mij tegen iemand gebattled die een Emolga had. Ik zou niet zo heel snel Emolga gebruiken. Ja hoor, Mian Xiao keert ook terug. Lekker. Ja, Fletchinder. Holy crap, Scyther en Teleflame zijn twee van mijn favoriete Pokémon. En Fletchinder zit gewoon ook in. Dat betekent dat Teleflame erin zit. Ik ben blij. Trailer is 43 seconden bezig. I'm out here. Ik hoef niet meer dan dit. Ik ben nu al blij. Ik ben makkelijk tevreden te krijgen. Ja hoor, Dragalge ook nog. Dit is een water en een poison type. Dat zijn twee van mijn favoriete typings samen. En samen is dit zo nice. Oh, ik weet gewoon niet meer welke Pokémon ik straks moet gaan kiezen, jongens. Alle Pokémon zitten erin die ik wil. Wat is er met Cramorant gebeurd? Oké, lijkt op zo'n jerrycan waar benzine in zit. Met een rijstkoker en dit gecombineerd tot een stofzuiger of zo. Waarom gooien ze dit in de trailer? Wat gaat dit doen? Heb je dit nodig straks in je game? Het is zo'n raar ding. Is het een jetpack? Kunnen we straks vliegen? Nee, dat denk ik niet. Maar het zou wel vet zijn. Oké, we gaan koken. Oh, en blijkbaar gaan we voor heel veel mensen koken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb die curry shizzle echt nooit gebruikt in Pokémon Sword & Shield. En ik heb de game nu 6 keer uitgespeeld. Dus nee, ik ben niet hyped voor nog meer koken. Oké, we zien hier echt een anime chick. Deze moeten we waarschijnlijk ook gaan battelen. Maar het is buiten, dus ik denk niet dat zij een gym leader is. Yo, is dit de guy van Alice in Wonderland? De Mad Hatter of zo? Nou, ze hebben wel weer hun best gedaan om echt de leukste personages weer te maken. Dit is trouwens wel dope. Al die pokeballs hier zo om zijn hoed heen. Ja, Bulbasaur en Squirtle. Je hebt natuurlijk al een Charmander kunnen krijgen in de endgame van Pokémon Sword & Shield. En nu kan je denk ik kiezen tussen Bulbasaur en Squirtle. Wel een leuk detail dat Bulbasaur in het groene gedeelte van die pokeball staat op de ondergrond. En Squirtle staat in het blauwe gedeelte. Weet je waar ik trouwens ook benieuwd naar ben? Of je gewoon weer onderaan moet beginnen qua levels of zo. Dat je Pokémon gaat downleveld worden. Of dat je misschien dit avontuur met nieuwe Pokémon moet doen. Het lijkt me heel sterk. Maar ik weet niet. Als ik deze twee Pokémon zo zie dat je die kan krijgen. Misschien betekent dat dan wel dat je weer vanaf level 5 moet gaan starten. Oh yeah. De Dynamax vormen van Venusaur en Blastoise. Die bulb van Venusaur die op zijn rug zit. Dat is echt een soort van kroon geworden. Venusaur is nu gewoon de koning. En Blastoise is de beste soldaat ooit, jongen. Kijk wat hij op zijn rug heeft dan. Nice. We zien hier dus Kapfu. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Kapfu echt een baas. Maar waarom staat hij hier op het dak? Is hij een soort van de beschermer van deze toko? En als je Kapfu heet, dan moet je wel een belangrijke rol hebben, toch? Oké, we zien hier dus dat Kapfu inderdaad naar jou toe loopt. Kapfu wordt jouw Pokémon. Confirmed. Super nice. Hey, Misty's Pokémon Staryu en Starmie zitten nu ook in de game strakjes met de DLC. En zie je, die torens, die hebben echt wel een belangrijke functie. Want hier laten ze weer een toren zien en het lijkt echt een soort van battle tower of zo. Ik denk dat je dus op elke etage trainers moet gaan verslaan. Hopelijk zit er ook op elke etage een soort van puzzel in. Dat zou lekker zijn. Ik denk dat dit soort van nieuwe gyms zijn in de DLC. Ja, zie je wel. Hier heb je nog zo'n toren. Of zou de ene dan in Pokémon Sword zijn en de andere in Pokémon Shield? Als je goed naar de kleuren van de torens kijkt, dan denk ik dat dat het misschien wel is. En dan zijn het dus toch geen gyms. Interesting. Hier zien we dat Kapfu evolueert naar Urshifu. Super nice. Super coole Pokémon. En hij heeft dus ook twee verschillende versies. Eentje in Pokémon Sword en eentje in Pokémon Shield. Alright, dat was het voor de Isle of Armor. Nu gaan we door naar de Crown Tundra DLC. En die komt dus pas later dit jaar. Yo, en hier zien we de nieuwe legendarische Pokémon die je strakjes kan gaan vangen. Althans, ik denk dat dit een legendary is. Misschien is het wel een soort van Kapfu. In dit shotje zien we niet heel veel bijzonders. We zien die twee Frostmots. Ja, zie je? De Crown Tundra. Part 2. Dus dit komt echt later. Ja, dit vind ik vet. Ik hou van dit soort legendarische tempels. Ik hoop dat dit heel erg groot gaat worden. En hier zien we er nog één. Super cool. En nog één. Nice. Oh ja, hier kan je straks de drie Regis vinden. Regice, Registeel en Regirock. Zie je, hier zien we weer die boom. Wat is het deal met die boom? En waarom is die aan de bovenkant blauw en aan de onderkant rood? Hij raakt bevroren aan de bovenkant. Dit gaat sowieso een rol spelen. Hé, hey, daar hebben we Swablu. Die is ook nieuw. Cryogonal. Niemand cares about die Pokémon, toch? Zie je, hier staat die boom ook weer. En hier ook. En hier weer. Zie je, what's up met die boom? Oh shit, ja hoor. Alle legendaries. Je kan straks gewoon alle legendaries vangen in Pokémon Sword en Shield. Yay! Wojo! Ja hoor, deze is vet. Ik ga even opzoeken. Wie is dit? Dit zijn Regilicky en Regidrago. Gewoon
hele nieuwe vormen voor de Regi-Pokémon. Oh, dit is interessant. Dit zijn geen Galarian Forms, jongens. Dit is net als Surfetch. Zijn dit gewoon hele nieuwe Pokémon. Ah, ja, dus waarschijnlijk zal een stuk van de story er ook wel om gaan draaien. Dat je dus die nieuwe Regis kan gaan vinden. Super vet. Nee! Oh, dit is echt... Wajo! Oh shit, dit stukje was zo vet. Ik vind sowieso die nieuwe vormen van de Legendary Birds echt heel nice. Kijk, soms kunnen ze designs van Pokémon echt verpesten, omdat je soort van een gevoel hebt bij de oude versies. Maar deze nieuwe versies, die zijn zo dik. Ik vind vooral die van Moltres echt, echt heel erg nice. Oh, ik heb het opgezocht. Articuno is Psychic en Flying. Galarian Zapdos is Fighting en Flying. Hij heeft natuurlijk ook wel echt van die sterke poten nu om kaart mee te vechten. En Moltres is Dark en Flying. Oh, die is zo vet. Die Dark Moltres. Het zal wel even wennen zijn hoor, dat je dus met elektrische aanvallen ook gewoon super effective bent op een Zapdos. Dat is heel gek. Zapdos was vroeger altijd mijn favoriete Legendary Bird, maar in de Galarian vorm is het toch echt Moltres hoor jongens. Ja, dit Gigantamax Forms van de starters, vet. Hey, wat? Dit is weer het stadion. Wat, krijgen we een rematch tegen Ryan en Leon? Oh, welk level zal zijn Charizard nu zijn? Zullen ze gewoon level 100 of zo? Wat doet Hop hier? En wie is deze chick hier rechts in beeld? Hop wilde toch Pokémon professor worden? Gaat hij nou toch weer battelen? Hop, ik heb je al zo vaak verslagen, jongens. Je wilt toch niet nog een pak slaag? Hey, hier hebben we onze vuur eend, jongens. Magmar, ook nieuw. Hey, Kingdra, nice. Oeh, nice. Magnezone, die heb ik ook gebruikt in mijn playthrough. Super nice. Magnezone is echt een van mijn favoriete Pokémon. Hij is steel en electric. En dat is super nice. Dat is echt een hele goede combi. Oké, en krijgen we nu gewoon een release date, jongens? Wanneer? Ja, 17 juni. Dat is al bijna. What? Over 2 weken heb ik gewoon nieuwe Pokémon content op dit kanaal. Super dope. Hebben jullie daar een beetje zin in, jongens? Doe even sowieso dat blauw duimpje omhoog als je daar zin in hebt. Ik ben super hyped, want ik kan Talonflame en Scyther gaan gebruiken in mijn playthrough. Dus voor mij is alles goed. Laat even in de reacties weten wat jij het tofste vindt aan deze gloednieuwe trailer. En volg me op twitch.tv/wickedduur. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!